In deze video wil ik je laten zien hoe je vanuit het tuinontwerp jouw vraag op kan zoeken. Je loopt ergens tegenaan en je wil even weten van hoe kan ik dat doen. Dan kan je hier op help klikken en dan opent dit formulier. En vervolgens kan je hier gewoon de vraag opzoeken. En bijvoorbeeld hier heb je alle video's staan. Nou, dat is een optie. Of je kan hier weer teruggaan naar helpcenter en zeggen van nou, ik heb gewoon een specifieke vraag over printen. En dan heb je hier de resultaten. En dan kan je het resultaat wat het beste past bij jouw antwoord of bij wat je zoekt, kan je aanklikken. En dan kan je dus hier gewoon de vraag lezen en ook gewoon per onderwerp in stappen precies zien hoe je dat kan doen. Of wat ook mogelijk is, vaak zetten we nog een toelichting eronder van hoe kan je het doen, waar moet je op klikken, dat je gewoon gebruik maakt van het filmpje wat ik daarover gemaakt heb en dat je die start. En in dit geval is het een vraag en is er een specifieke video over printen, maar het kan ook zijn dat je een andere vraag stelt en dat je dus al direct op het antwoord begin in de video. Deze video die gaat alleen over printen. Dus het is gewoon een video die alleen daarover gaat. Maar soms start die gewoon keurig daar waar je vraag over gaat. Je kan ook vanuit de home naar het helpcenter gaan. Nou, dan heb je gewoon dezelfde mogelijkheid. Muur tekenen. Wil ik doen. Zoek het op. Nou, daar heb ik heel veel resultaten op. Hoe teken ik een muur? Uitleg, hoe kan je dat doen? Nou, en hier zie je dus de video die start hier. Daar waar het over de muur begint. En dan kan je dat keurig per dingetje bekijken. Mis je nou iets? Laat het ons weten, want dan klik je hierop. En dan zeg je, ik mis iets. Namelijk, ik stuur het in en wij waarderen gewoon die feedback, want dan kunnen we die vraag toevoegen. Heb je een andere vraag, kan je ook altijd nog hier naar het contactformulier gaan en de vraag gewoon stellen, de tekening koppelen. Nou, hier heb ik al eerder een video over gemaakt, die kan je hem hier gewoon inzenden en dan help je er ook mee. Dus meerdere routes. Ik denk het toch even belangrijk om dit te laten zien, omdat ja, we gewoon nogal vaak merken dat, dat niet iedereen dat weet. Dus nou ja, nu hebben we het uitgelegd en we hopen dat jullie er veel gebruik van zullen maken en dat jullie helpt om de tekentool en de mogelijkheden te ontdekken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.